Van joh, ik ben niet meer mooi, het heeft me veel geld gekost, maar ik heb een droom waar gemaakt. Mama thinks of what she never did with her life. Papa stares into the pages of the New York Times and says, something must be going on around here. Vanaf mijn 17e ben ik fulltime gaan zingen. Eerst in top 100 bands. Dus door alle discotheken, alle boerengaten zeg maar, in Nederland heb ik zo'n beetje gehad. En feesttenten. En vanuit daar kreeg ik op mijn 20e was het denk ik een platencontract bij Polydor. En dat was Nederlandstalige muziek. En daar voelde ik me toch niet zo heel erg thuis in. En ik zag mezelf terug op koffietijd en ik dacht, ja, dit ben ik niet. Ik dacht, ja, wat moet ik nu, weet je? Je hebt zelf niet de power. Ik bedoel, in eerste instantie heb ik mezelf toen ook gebeld en gekeken van, joh, wat is er mogelijk? Maar ik had toen als jonge meid gewoon niet de power om in Hilversum dingen voor elkaar te krijgen. En het op een goede manier te doen. Ik had echt dat management nodig. En die waren toen met hele andere dingen heel erg druk, behalve met mij. Dat was niet belangrijk genoeg. Waar waren ze druk bij? Ilse de Lange. Ja, het kwam ook, wat heb ik nou toch in godsnaam te verliezen? Want ik wil gewoon niet tot aan mijn 40ste of zo allemaal covers blijven zingen op allemaal podia en een kop bij koffietafels. Ik heb er geen zin in. En ik dacht, nou, dan moet ik dat dus zelf gaan doen, want niemand doet het voor me. Dus ik ga hem gewoon weer bellen, kan mij het schelen. Hij zei, joh, geen tijd en veel te druk. Ik dacht, ja, maar ja, weet je, het is mijn enige kans nog voor mijn gevoel. Ik moet dit doen. Dus ik ben weer gaan bellen en weer, nou, joh, echt geen tijd, het spijt me. En ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dus ik denk dat ik 3 of 4 keer gebeld heb uiteindelijk. En toen zei hij van, oké, stop met je gezeik. Kom to New York, pak je koffers maar. Dus ik heb geboekt en ik heb een hotelletje geboekt ergens. Een heel ronzig hotelletje, kwam ik weer terecht. En ik ben daar gewoon gaan zitten. You're holding so much pain inside. You say you don't know why. I'll be the one who gets you through the night. Hij was zo enthousiast toen dat hij zei van, joh, het is wel echt heel gaaf. Hij was vergeten hoe ik zong, dat snap ik ook. Dus na zoveel jaar blijft dat niet hangen. Maar hij zei wel van, kom maar terug. Hij zegt, kom maar terug, ik wil nog wat sessies met je doen. Ik wil nog wat dingen met je demo, we gaan schrijven. Ik heb nog wat nummers liggen, we gaan zoeken voor jou. Al die jaren lang is het mijn droom geweest om ooit terug te gaan en dit te realiseren. En toen ik daar was, ik weet nog dat ik in een taxi zat terug vanuit de studio. Dat ik over de Brooklyn Bridge terugging naar Manhattan. Met al die lichten en ik dacht, wow, ik leef gewoon mijn droom. Het is gewoon, dit is wat ik altijd heb gewild. Het is zo fantastisch. Ik ben hier gewoon, ik werk met de top van New York. Dit is alles wat ik ooit had kunnen bedenken. En het enige wat ik dacht van, oh... Konden andere mensen maar zien wat ik nu aan het doen ben. Dat heb ik niet heel vaak, maar ik was zo trots op mezelf. Dat ik dacht, je hebt het gewoon geflikt. Je werkt gewoon met de mensen waarmee je wil werken. Je hebt nu een album straks. Gewoon waar je echt trots op kan zijn. En wat ik echt ben. Want ik denk van, joh, dit is echt bloed, zweet en tranen zit hierin. Dit is precies wat ik al die tijd voor ogen heb gehad. En het is me gewoon gelukt.